staan hier op Sportpark Het Slot. Het is enigszins koud en een beetje regenachtig, maar binnenkort gaat hier toch de zon schijnen, omdat hier het jouw opstelling voor succesprogramma van start gaat. Milano, jij bent een van de trainers van het programma. Zou je ons kort iets over jezelf kunnen vertellen? Ja, natuurlijk. Ik ben Milano Nara. Ik ben ondernemer, oprichter van hetcv.nl. En daarbij helpen we kandidaten die willen gaan solliciteren eigenlijk op alle gebieden, zodat zij zich professioneel kunnen presenteren. Dat is mooi. Kan je ook iets vertellen over hoe jij betrokken bent geraakt bij het programma? Vorig jaar heb ik meegewerkt aan het programma door de cv's te ontwerpen voor de kandidaten. En de samenwerking is heel goed bevallen van beide kanten. En daardoor ben ik dit jaar meer betrokken bij het programma. Dus ook inhoudelijk. Zou je ons kunnen vertellen waar je op dit moment staat met het programma in Capelle aan den IJssel? De selectie is zo goed als rond. We staan op het punt van beginnen. 2 weken geleden mochten we aanwezig zijn bij de Business Club van VV Capelle. En die hebben heel positief gereageerd. Dus die werkgevers geven ons ook vertrouwen. Dus we staan gewoon op het punt van beginnen. En jullie hebben natuurlijk bepaalde verwachtingen van het seizoen. Jullie jongeren helpen. Wat is jullie doelstelling voor dit jaar bij Capelle? We willen sowieso aanvallend voetbal spelen. Dat houdt in dat wij veel kansen willen creëren voor de jongeren. En dat hun perspectief op betaald werk vergroot wordt. Super, dan gaan we jullie heel veel succes bij wensen. Dankjewel. Young Up. Ontwikkeling door